Het is woensdag 6 februari. Dit is TV Gelderland Nieuws. Zelfs de kerk is niet meer heilig. Al valt er weinig te halen. Gewetenloze dieven bestelen regelmatig kerken in de Bommelerwaard. Hij kan nog iemand van de dieven bekeren dat ze vinden in dat boek wat ze nodig hebben voor de ziel. En het lijkt zo vanzelfsprekend een eenvoudige handeling als lopen. Maar onze hersens die moeten keihard werken om dat voor elkaar te krijgen. En in een winkelcentrum in Apeldoorn gaan nepdieven het personeel leren hoe ze winkeldieven in de kraag moeten grijpen. Om zich heen kijken, schichtig, veel naar dezelfde hoek lopen. Dag dames en heren, goedenavond. Niets is meer heilig tegenwoordig. Dat is voor kerkgangers in de Bommelerwaard nu ook duidelijk. Afgelopen week is in meerdere kerken ingebroken. De buit is vaak niet meer dan een aalmoes, maar de emotionele schade is een stuk groter. Als een verloren reliquie staat de achtergelaten ladder van de inbrekers nog tegen de kerk in Zuilichem. Aan deze kant mislukte de inbraak, maar dat hield de dieven niet tegen. Ze braken deze deur met fors geweld open, vermoedelijk met een koevoet. En dat allemaal voor een schamele buit. De zendingbus, meneer, met wat wisselgeld erin. Ongeveer een waarde van 30 euro, zoals pas geledigd. Hier was onze Statenbijbel van 1684, als ik mijn eigen niet vergis. Met koperen beslag. En die is weggehaald. Gij zult niet stelen, is een van de 10 geboden. De kerkgangers van deze hervormde kerk koesteren geen wrok tegen de inbrekers. Ze hopen dat de dieven de Bijbel niet verkopen, maar het lezen en alsnog tot inkeer komen. Dat ze nog eens iets vinden wat belangrijk is voor het verdere leven en ook voor de sterven. Dat zijn ook echt wensen. Dan zeggen ze, nou, dan is die Bijbel toch niet voor niets gestolen. Bij de politie liggen nu 5 aangiftes van kerkinbraak. Waarschijnlijk is er bij meer kerken ingebroken. Het is niet voor het eerst dat dieven het hebben gemunt op kerken. Een jaar of 3 geleden teisterde een inbraakgolf Gelderse kerken. De kerk in Zuilichem staat er nu bijna 400 jaar. Het is voor het eerst dat de dieven toeslaan. Je zou haast een beetje zeggen, bent u nu bang dat de Heer u een beetje in de steek laat? Die laat ons nooit in de steek en dat kunnen ze terugvinden in dat boek dat ze gestolen hebben. Maar hij kan zijn bedoeling daarmee hebben. Hij kan nog iemand van de dieven bekeren dat ze vinden in dat boek wat ze nodig hebben voor de ziel. Het kerkbestuur overweegt nu wel om voortaan alle waardevolle spullen in de kluis op te bergen. Opnieuw is door menselijk toedoen een stroomkabel afgebroken. In Nijkerk kwam vanmiddag een kabel van een hoogspanningsmast vlak boven de kruising van de nieuwe Voorthuizerweg met de Barneveldseweg terecht. De breuk is waarschijnlijk veroorzaakt doordat een hoog voertuig tegen de kabel is aangereden. Bij het incident is wonder boven wonder niemand gewond geraakt. Omdat medewerkers van netbeheerder Continuon een spoedreparatie moesten uitvoeren, is de nieuwe Voorthuizerweg afgezet. Omwonenden keken op van het incident. Ja, als een auto vrachtwagen en die snijdt hem dwars door midden. Die vrachtwagen. Ja, levensgevaarlijk toch? Of niet dan? Het beheerder Continuon is waarschijnlijk nog tot in de avond met de spoedreparatie bezig. In december vernielde een defensiehelikopter een hoogspanningskabel bij Heeselt. Tienduizenden mensen in de Tielerwaard en de Bommelerwaard zaten toen 2 dagen lang zonder stroom. Lopen en bewegen gaat niet automatisch, zoals heel veel mensen denken. De hersenen moeten zich er wel degelijk voor inspannen. En dat blijkt uit onderzoek van het Nijmeegse Radboud Ziekenhuis. De uitkomst van het onderzoek is belangrijk voor de behandeling van Alzheimer- en Parkinson-patiënten. Dat lopen niet vanzelf gaat, weet Willem Vuisting maar al te goed. Vuisting heeft de ziekte van Parkinson, een hersenziekte waarbij zenuwcellen langzaam afsterven. In het looplab van het Radboud Ziekenhuis doet hij mee aan een onderzoek om te kijken in welke mate lopen het praten en denken belemmert. De woorden hoog en laag hoort u op een hoge en een lage toon. En de bedoeling is dat u benoemt op welke toon hoogte u het woord hoort. We proberen in een heel breed perspectief te kijken naar een heel nieuw inzicht. Namelijk dat de hersenen helemaal niet alleen maar apart lichamelijke taken hebben, bijvoorbeeld lopen, en apart denkprocessen, bijvoorbeeld onthouden, maar dat die twee in feite heel nauw met elkaar te maken hebben.
En dat heeft heel veel betekenissen voor gezonde mensen en ook voor patiënten. Wat je dus merkt is dat zodra er meer taken komen, dan ga je je aandacht verdelen en dan krijgt alles te weinig, of het aantal krijgen dan te weinig. Je kiest toch wel als reflex voor je veiligheid, dat wil zeggen die probeert niet te vallen. En dat merk je dat je dus daar dan meer op let en dan vergeet je te luisteren naar de stem. Dan maak je ook fouten. Het blijkt dat mensen met een hersenziekte niet meer de luxe hebben om te lopen en daarbij nog automatisch iets anders te doen. Bijvoorbeeld lopen en praten. Of het lopen en het dragen van iets in je handen. Het blijkt dat dat steeds lastiger wordt en vervolgens kan leiden tot vallen in het dagelijks leven. En daar proberen wij een beter begrip van te krijgen, omdat dat weer een basis is voor betere behandeling. Uit het onderzoek blijkt dat lopen en praten bij Parkinson-patiënten moeilijker samengaan. Maar dat betekent niet dat zij maar in hun luie stoel moeten blijven zitten. Bewegen is namelijk ook heel goed voor allerlei hersenfuncties. Voor het Radboud Ziekenhuis de taak om te zoeken naar de juiste balans. De voorgenomen doortrekking van de A15 in 2015 wordt door minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat ernstig vertraagd. Dat zegt Jaap Modder van de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Het geld voor de doortrekking van de A15 moet deels uit de kilometerheffing komen. Maar de minister overweegt de invoering daarvan uit te stellen tot 2016. En daardoor komt de financiering van de doortrekking in gevaar. Mooi filebeeld. De drukte op de Gelderse wegen neemt nog elke dag toe. Een van de oplossingen tegen de files zou de kilometerheffing zijn. De Tweede Kamer debatteert hierover. De minister wil de kilometerheffing in 2016 landelijk invoeren. Maar volgens Modder moeten de files al veel eerder worden aangepakt. Het gaat om files. En wij hebben in deze regio langzamerhand de twijfelachtige eer dat die files hier het snelste groeien. Dus we zullen echt die A15 moeten aanleggen. En die moeten ook in 2015 liggen. Van het knooppunt Ressen tot Duiven moet de A15 doorgetrokken worden. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer. Het hele project gaat zo'n 750 miljoen euro kosten. Een deel van die financiering moet uit beprijzing komen. En nou heeft deze minister, die heeft gedacht, nou, ik ga dat nog even uitstellen. Dus die komt pas in 2016 met zijn echte grote beprijzingsverhaal. Maar in 2015 moet hij weg te liggen. Dus we hebben een klein probleem. De stadsregio Arnhem-Nijmegen vindt dat er te weinig aandacht is voor lokale initiatieven om files op te lossen. De gemeente Apeldoorn is het daar helemaal mee eens. Die wil in de stad een eigen vorm van kilometerheffing invoeren. Maar de minister voelt daar niets voor. Het debat is vanavond voortgezet. Goede zorg werkt beter dan medicijnen ter voorkoming van probleemgedrag bij dementerende ouderen. Straks hoort u er het fijne van. De oorzaak van de brand bij de Klok Logistics in Nijmegen kan niet meer worden achterhaald. De miljoenenbrand heeft alle mogelijke sporen verwoest en daarom staakt de politie het onderzoek. Ook de oorzaak van de brand bij het voormalige Chinese restaurant aan de Van Schaik Matonsingel is niet meer vast te stellen. Een projectontwikkelaar heeft illegaal bomen gekapt in het Arnhemse natuurgebied De Stadsblokken. Het gebied ligt tussen de John Frostbrug en de Nelson Mandela-brug aan de zuidkant van de Rijn. Omwonenden zijn woedend over de illegale kap. De werkzaamheden zijn inmiddels stilgelegd. De Amerikaanse band Counting Crows treedt op 28 juni op in het Nijmeegse Goffertpark. Daar wordt dan het eendaagse festival Rocking Park gehouden. Ook Lenny Kravitz komt naar Nijmegen. Andere namen die worden nog bekendgemaakt. 2 jaar geleden trok het festival in het Goffertpark 35.000 bezoekers. Het populaire tv-programma Boer zoekt vrouw versterkt de vooroordelen over boeren. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hoewel het programma genuanceerd is, denken veel kijkers uit de stad dat boeren behoudend, gelovig en ouderwet zijn en dat ze de hele dag op de trekker zitten. In nieuwbouwhuizen aan de Dinxperloseweg in Ulft zitten scheuren, vallen gaten in de muren en zijn overal vochtplekken. Bewoners klagen daar al 1,5 jaar over zonder resultaat. Ze zijn het nu zat, maar volgens de woningcorporatie is er geen gevaar. Doetinchem wil dat UPC de storingen in de gemeente oplost. In een brief aan de kabelmaatschappij zegt de gemeente dat veel Doetinchemers klagen over de ontvangst van de televisiezenders. De gemeente wil dat UPC meer doet om deze problemen op te lossen.
Er komt nieuw onderzoek naar de schietpartij op een Apeldoornse rechercheur in juli vorig jaar. De verdachte ontkende vandaag dat hij iets met de schietpartij te maken heeft. Zijn advocaat wil dat er extra getuigen worden gehoord. De rechtszaak is daarom verschoven naar mei. Tot die tijd wordt de verdachte onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Niets houdt de komst van de nieuwe moskee aan de Peppelensteeg in Ede nog tegen. De Raad van State heeft het laatste bezwaar van tafel geveegd. De bezwaarmaker woont te ver van de moskee vandaan om bezwaar te kunnen maken. Wel had de gemeente zijn bezwaarschrift moeten beantwoorden. De oudste voetbalclub van Zaltbommel is waarschijnlijk ter ziele. VV Zaltbommel heeft een flinke belastingsschuld en nog maar 45 actieve leden die contributie betalen. Morgen is er een ledenvergadering over de toekomst van de club, maar een doorstart is volgens het bestuur onwaarschijnlijk. Nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Ruim 80% van alle dementerende verpleeghuisbewoners vertoont probleemgedrag, zoals agressie, angst of onrust. Dat blijkt uit promotieonderzoek van de Nijmeegse verpleeghuisarts Sietse Zuidema. Zuidema onderzocht het gedrag en de behandeling van demente bewoners in 56 verpleeghuizen. Wil je nog een kopje koffie? De 88-jarige Willem Peters uit Beek-Ubbergen leidt aan dementie. Omdat zijn even oude vrouw Marietje hem niet meer kan verzorgen, woont hij nu op een gesloten afdeling in het verpleeghuis Het Hufke. Marietje komt haar man elke dag trouw opzoeken. Hoe is het? Oh, heb je lekker gegeten, boterham? Nu is hij rustig, maar vaak heeft hij buien, maakt hij lawaai en begint ineens te schreeuwen. Ja, moeilijk, moeilijk. Ja, we hebben het samen altijd fijn gehad. Ja, zo is het. Er is nu onderzocht hoe verpleeghuizen omgaan met dergelijk probleemgedrag van hun demente bewoners. Sietse Zuidema onderzocht 56 verpleeghuizen. De uitkomsten zijn zeer verrassend. Dus bij de ene verpleeghuis is het vrij rustig. Er zijn heel weinig bewoners die bijvoorbeeld fysiek agressief zijn. En er zijn ook afdelingen waar het heel onrustig is. Dat er heel veel mensen aan het dwalen zijn of verdrietig zijn of slapeloos zijn. Met andere woorden, niet alleen de ziekte is oorzaak van probleemgedrag bij dementen. Ook de omgeving moet een grote rol spelen. Hoe gaan de verzorgenden er bijvoorbeeld mee om? 2 van de 3 dementerenden slikt medicijnen tegen het probleemgedrag. Maar die helpen volgens de onderzoeker maar bij 1 op de 5 dementerenden. Het probleem daarbij is dat ze nogal wat bijwerkingen vertonen. En die middelen veroorzaken soms sufheid, minder goed kunnen lopen door stijve spieren en daardoor verhoogd risico op te vallen. Dus ja, die medicijnen werken wel, maar slecht beperkt. En je moet het afwegen tegenover de bijwerkingen die deze middelen hebben. Zuidema zag dat dementerenden minder medicijnen nodig hebben en veel hanteerbaarder zijn in huizen waar veel aandacht is voor de psychosociale kant van de zorg. Technieken als snoezelen, muziektherapie en teruggaan in de tijd helpen. Gewoon groenten snijden, ja. Dat kunt u wel, toch? Ja. In het Hufke wordt dat ook toegepast. Zo koken de dementerende bewijzen van therapie zelf. Volgens het personeel was het eerst wel even wennen, maar is het nu veel beter. Het brengt dus heel veel rust. Een stukje veiligheid, dus het gevoel van, hé, dat herkennen we, dat weten we. Ze eten veel beter. Waarschijnlijk door de combinatie van zelf te doen, die geuren te ruiken van vroeger. De producten herkennen ze allemaal. Dus geweldig, super. De onderzoeker pleit er dan ook voor dat het verzorgend personeel geschoold wordt in het beter leren inspelen in wat dementerenden sociaal nodig hebben. Gekke. Ze stelen spullen uit winkels om die vervolgens weer terug te brengen. In het Apeldoornse winkelcentrum De Egantier wordt de proefboef ingezet tegen winkeldiefstal. Als het de nepdief lukt iets te stelen, dan worden de medewerkers daarmee geconfronteerd. En op deze manier moeten ze alerter worden op winkeldieven. Wat mij erg opvalt is dat meneer enorm om zich heen kijkt. Iets onduidelijk zoekt, dus hij weet het eigenlijk niet. Het zal normaal gesproken een moment zijn om meneer aan te spreken van... meneer, ik zie dat u niet kan vinden, kan ik u helpen? En vermoedelijk, als het een potentiële winkeldief is, gaat hij zeggen van... nee, ik kijk al even rond. En dan zeggen wij van, oké, prima. Als u mij nodig hebt, weet dan dat ik hier ben. Geen ondernemer die graag bestolen wordt. Toch zijn de winkeliers in winkelcentrum De Egelantier in Apeldoorn juist blij met de boeven. Geen echte, maar nepdieven. Die stelen om te kijken of het winkelpersoneel wel goed oplet.
Zo'n proefboef, die gaat naar binnen. Let erop of hij begroet wordt, gezien wordt. Ga daarna in de winkel wat snuffelen, wat rondkijken. Kijk dan of de mensen, de medewerkers, hem in de gaten hebben, hem zien. En als dat niet zo is, wat we niet hopen, dan pas gaat hij over tot diefstal. En als het de nepdief gelukt is om spullen te jatten, dan brengen ze het direct weer terug en wordt het personeel erop aangesproken. Nu is het een hot item, we weten dat het gebeurt. Als je anderhalve maand verder bent, dan hoop ik dat we nog zo gaan reageren. Want het is natuurlijk wel zo dat je naarmate je de tijd weer wat terugzakt, dat je dan zelf ook wel wat terugzakt. Opmerkelijk is wel dat het aantal aangiftes van winkeldiefstal in het winkelcentrum terugloopt. Dan zou je denken dat het project nu al niet meer nodig is. Dat zou je kunnen zeggen als je het aan elkaar kan linken. Dus minder aangiftes, minder diefstal, dat weet ik niet. Misschien is de aangiftebereidheid wel naar beneden gegaan. En dat willen we, daar willen we nu achterkomen door dit te testen. Dus als het heel makkelijk is om nog te stelen en je wordt niet gezien, dan wordt er misschien wel gestolen, maar wordt er minder aangifte gedaan of wordt het minder gesignaleerd. De nepdieven worden een maand lang ingezet en de proef wordt betaald door de winkeliers. En dan zijn we toe aan het weer. Jordi Bloem, hopelijk ga jij ons vertellen dat we na de regen van de afgelopen dagen nu weer krijgen dat meer aan het voorjaar doet denken. Ja, ik denk het wel hoor, want de komende dagen doet de zon goede zaken. Het blijft droog. De regen hebben we nu wel gehad. En overdag is het maximaal zo'n 10 graden. En met weinig wind voelt het inderdaad al een beetje voorjaarsachtig aan. Nou, de afgelopen nacht viel er in Winterswijk en omgeving plaatselijk zo'n 30 mm regen. Geen wonder dat de beek hier overstroomde de weg op. En sowieso is het behoorlijk nat tot nu toe in de provincie. Ook bijvoorbeeld hier in Aalten. Ja, dit land kan voorlopig niet bewerkt worden. De zon die zal de komende dagen veel meer schijnen. Het is dan toch al een beetje voorjaar met temperaturen van een graad of 10. Maar de nachten zijn vrij koud. Vanuit het zuidwesten dient zich namelijk een hoge drukgebied aan. Met opklaringen, vanmiddag al duidelijk zichtbaar. En het hoge drukgebied zorgt ervoor dat deze storing op afstand wordt gehouden. Dus vanaf nu wordt het alleen maar beter het weer. Nou, vanmiddag in eerste instantie nog veel wolken. Met ook een aantal buien, maar die gaan verdwijnen. Vanavond en vannacht wordt het overwegend helder in de provincie. En met een afnemende wind wordt het ook best wel koud. Temperaturen dalen naar rond het vriespunt. En met name in de Betuwe, op de Veluwe en in de Achterhoek kan het een graadje vriezen. En plaatselijk wordt het glad door bevriezing van natte weggedeeltes. Verder kan, daar waar flink wat regen gevallen is vandaag, een enkele mistbank opduiken vannacht. Morgen zien we vooral hoge en middelbare bewolking. Dan weet de zon morgen wel raad mee. Blijft in ieder geval droog in de provincie. En in de loop van de dag wordt het alleen maar lichter. Dan klaart het meer op. Allereerst in het zuidwesten, dus in het land van Maas en Waal bijvoorbeeld, worden die opklaringen in de loop van de dag breder. En de temperaturen die zijn morgen ook wel oké. Het wordt morgenmiddag zo'n 7 tot 8, misschien in de Betuwe plaatselijk 9 graden. Met dus wolkenvelden. Later vanuit het zuidwesten weer meer zon. En er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. En dan namorgen. Nou, u ziet het. Mooi weer. Vooral vrijdag en zaterdag veel zon. Zondag en maandag verwachten we meer bewolking. Maar voorlopig is het droog. De nachten zijn aan de koude kant. Met temperaturen zo rondom het vriespunt. En overdag is het juist vrij zacht. Met over het algemeen maximaal 9 tot 10 graden. Winterswijk wil het beplakken van vuilcontainers met grote stickers verbieden, omdat ze bang is dat er smakeloze illustraties op komen te staan. Het bedrijf CoverArt vecht het besluit morgen aan bij de rechter. En vroegtijdig ontdekken welke kinderen dreigen te ontsporen. Dat kan een hoop ellende voorkomen. De Gelderse politie heeft er een methode voor ontwikkeld. U ziet het morgen in TV Gelderland Nieuws. Voor nu bedankt voor het kijken en een fijne avond. Een Gelders echtpaar dat misdaden echt oplost. Crimes.